overleef je een mindere maand? Hoe hou je jezelf dan rustig en blijf je geloven dat oké, één verloren wedstrijd is nu... Ja, ik ben daar eigenlijk vrij rustig onder. Het ding is dat ik zelf wel iemand zuinig ben ook. Ik kan daar vrij rustig onder blijven. Ja. En we gaan daar ook niet, ik kan daar heel eerlijk in zijn, ik heb ook spaargeld. Dat ik de voorbije jaren, of dat ik dan iets op een beter moment wat aandik. Ja. Zie je al bepaalde patronen doorheen het jaar? Drukkere periodes, minder drukke periodes? Of valt dat een moeilijke lijn in te trekken? Goh, sinds mijn heropstart, dat is nog te kort om dat echt te zeggen. Wat ik uit het verleden wel weet, is dat de zomervakantie sowieso rustiger is. Dus dat lijkt mij ook normaal. Ja. En wat ik ook nog weet uit het verleden, is normaal gewoon de jaarwisseling. Maar ik kan daar nu... Ja, nu moet ik mezelf tegenspreken. Want nu heb ik wel veel aanvragen. Mm-hmm. Wat dat vroeger niet was. Ja. Dus is daar iets in het algemeen gekeerd? Is dat nu toeval? Dat weet ik niet. Okay. Ja. We zijn nog steeds met mensen bezig. Dus een exacte wetenschap zal het niet zijn. Nee, dat is zo. Oké, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Dat is heel graag gedaan. Jij bedankt. Bepaalde zaken die je zelf graag mee wil geven? Ik denk op dit moment niet. Ik denk dat ik volledig alle dingen heb meegegeven die ik graag wou delen. Waar ik aan dacht dat het belangrijk zijn om mogelijk mee te nemen als je wil starten. Dus nee. Ik denk dat ik volledig ben geweest. Ik wens jou nog heel erg veel. Ja, dankjewel.